Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag ga ik de nieuwe dingen zien in Snapshot 13W17a zoals jullie zien. En ik ga hetzelfde stel doen als vorige keer, want iedereen vond het leuk. Dus hier gaat hij. Je hebt nu harde clayblocks. Je maakt ze binnen van een furnace te nemen en dan een clayblock te gaan smelten. Dit duurt natuurlijk een tijdje. En het zijn best wel mooie blokken, vind ik zelf. Maar ja, even wachten. En hier heb je één. En in creative mode heb je nu ook hier zien welke ondercategorie die hoort. Als je even een zwaard neemt en even wat zombies en wat armor. Tun, 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 tun. Ik ga even hier naar beneden. En ik zal wat zombies. Net een zombie in de kans. Even wat zacht zetten. Dat ze andere zombies spannen. En ik ga natuurlijk even testen op hard eigenlijk, want dat zie ik beter. Nou, zijn er geen andere zombies gespawnd? Jawel. Ik kan een zombie volgens mij. Of niet? In ieder geval, ze hebben nu de kans om zogenaamde reinforcements te spawnen. En dat kunnen zowel zombie villagers als normale zombies zijn. En ze kunnen gewoon armor dragen of wapens bij zich hebben. En dat vind ik best wel vet, eerlijk gezegd. Want het maakt veel uitdagender het spel. Want ik vind dat mensen Minecraft spelen op een manier waardoor het niet hoeft, niet hoort. Ja, ik kan niet echt bewijzen dat dit gebeurt. Maar dat is gewoon, misschien omdat het gebied te klein is. Ik kan even naar boven gaan. Die is gewoon, denk ik, normaal gespaand. Of nou, ja, ja, daar, zag je hem? Dat. Dat bedoel ik, wat je daar net gebeurde. Daar wacht het. Ze spannen zomaar uit de lucht. En dat is dus de reinforcements. Dus dat is best wel vet. Dus ja, op naar het volgende. En het laatste ding wat jullie laten zien is dat in deserts er geen meren weer genereren. Dus er is geen water meer te vinden. En wat ook te merken is dat het veel vlakker is en er zijn iets meer duinen. Maar dat er het vlakker is, betekent niet dat de desert hills zijn verwijderd. Want er komen nog steeds, als je daar ziet, de desert hills voor. Dus ja, dit waren alle nieuwe dingen in Minecraft 13W17a. Als je de video leuk vindt, kun je hem een like geven. Wil je meer zien, dagelijks Minecraft, wekelijks snapshots, kun je abonneren. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.